Wat voor effect heeft klimaatsverandering en de mens op de Waddenzee? Wat gaat dat doen met soorten? We weten al dat de soorten zijn verdwenen de afgelopen 10 jaar, maar dat er ook weer nieuwe soorten zijn bijgekomen. Ja, is dat erg of niet? Willen we het behouden zoals het is of laten we het veranderen zoals het gaat? Zeeonderzoek is ooit begonnen met gewone mensen die nieuwsgierig waren naar een onbekende nieuwe wereld. Mensen als Adriaan Koenen, een Scheveningse vishandelaar in de 16e eeuw. Naar hem wordt het ondersteuningsvaartuig van de nieuwe Nationale Onderzoeksvloot vernoemd. In zijn rijkelijk geïllustreerde visboek deelde Koenen zijn observaties van het leven in de zee. Koenen tekende en schreef op wat hij zelf zag, maar ook wat hij hoorde van reizigers en wat hij las in publicaties. Met het werk van mensen als Adriaan Koenen begon ruim 4 eeuwen geleden het vooruitstrevende Nederlandse marineonderzoek. We meten nu al zo'n 50 jaar en daar zien we onder andere dat er veel minder vis zwemt als vroeger. Ze zitten er nog wel en de soorten zitten er ook nog wel, maar het is veel minder biomassa. Het zijn veel minder grote vissen en de aantallen die liggen ook veel lager. En we zien dat bepaalde zuidelijke soorten, mediterrane soorten, die komen ook deze kant op. Dat heeft ongetwijfeld met de opwarming van het zeewater te maken. Ja, merci. Nou, ik ben veel betrokken bij lange termijn onderzoeken. Elk jaar moeten die gedaan worden, laat maar zeggen. Dus we hebben wel een betrouwbaar schip nodig die ook op de plekken kan komen waar wij graag willen monsteren. Voor innovatief onderzoek door een nieuwe generatie wetenschappers is een duurzaam en state-of-the-art schip onmisbaar. Het nieuwe schip, de Adriaan Koenen, wordt speciaal uitgerust voor dagtochten en is flexibel in te zetten voor allerlei werkzaamheden op het wad. Ja hoor. Ik ben een watermonster aan het nemen voor Julia en voor Suzanne. Die nemen we direct mee naar het laboratorium op het NIOS. En daar doen ze er onderzoek naar de algen, de micro-organismen en het eDNA hier in het water. Goedemiddag Julia. My research is really about characterizing these microbial communities and finding out about the interactions between these organisms, because this tells us a lot how they can sustain the marine food webs and also the interactions with other parameters such as temperature or salinity, because that information can give us important insights into how these communities might be reacting to climate change and how this might impact the marine food webs. The sequencing methods and also the data analysis methods are rapidly improving. So we have seen that the throughput of samples can be a lot higher than it used to be. And each sample we can characterize deeper than we were able to a few years ago. And maybe one day we can just hold a sensor in the water and within a few minutes know about the communities in there. Wij verzamelen watersamples. En in die watersamples zit dus DNA. Dat halen wij daaruit en dan weten we precies wat voor vissoorten er op dat moment in het water zwemmen op het moment dat we de watersamples namen. Wat de Adriaan Koenen als voordeel heeft, is dat het een redelijk ondiep schip is wat zich snel kan voorbewegen. En wat je bijvoorbeeld met zo'n techniek als het iDNA wil hebben, is dat je op alle locaties kan komen op een redelijk korte tijd. Ik heb een jaar lang data verzameld. Mochten er hele mooie resultaten uitkomen en wil je iets kunnen zeggen over de voorspellingen van hoe vispopulaties zich gaan verschuiven, dan is die Adriaan Koenen hier heel handig in, omdat dat onderzoek voort kan gaan.